Ik heb gestemd om voor betaald parkeren te doen. Zeker. En waarom? Ik heb zelf dus wel betaald parkeren in mijn straat, maar mijn ouders zijn de laatste straat zonder. En die kunnen daardoor een auto eigenlijk nooit kwijt. Dus vandaar dat ik denk, ja, de problemen die ik daar zie, ja, die kan ik hier dan mee oplossen. Want anders verschuif je het ook alleen maar. Wat heeft u gestemd? Ik heb tegengestemd. Ik woon hier in Haarlem, in Haarlem-Noord. En je kunt wel overal extra parkeerbeleid in gaan voeren. Of tenminste, parkeerbeleid is natuurlijk goed, maar betaald parkeren in gaan voeren. Maar ik zie eigenlijk niet waarom dat zinnig is op het moment dat je zeg maar, eigenlijk in de rand van een stad woont. Of in gewoon de woonwijken. Dus daarom tegen. Wat bedoel je daarmee? Dan verschuif je het? Nou goed, mijn ouders kunnen die auto dus niet kwijt. Dus die moeten steeds een paar minuten lopen. En als je dat dan gaat verschuiven, dan krijg je het eigenlijk in de volgende buurt en in de volgende buurt. Dus vandaar dat ik eigenlijk voor heb gestemd. Dan doen we het gewoon overal, toch? Ik heb tegengestemd. Ja. Waarom? Omdat ik bang ben dat alle mensen die in Haarlem Centrum hun auto kwijt willen, dat ze dan in Schalkwijk komen parkeren. En dat willen we natuurlijk niet. Ik heb voorgestemd. U heeft voorgestemd? Ja. En waarom? Omdat ik het sociaal aspect belangrijk vind dat wij met elkaar goed de ruimte verdelen. En dat iedereen op een bepaalde manier toch gewoon zijn plicht moet kennen van goed parkeren. En daar moet wat voor betaald worden, ja. Om de beperkte ruimte goed te verdelen. Als je zeg maar in andere wijken rondom ons heen het betaald in gaat voeren en hier niet, ja, dan krijg je natuurlijk zeg maar dat iedereen hier gaat parkeren en dat het daarover loopt. Dus volgens mij moeten we het een beetje in de randen van de woonomgeving gewoon vrij parkeren laten. En hoe leeft het hier als je bijvoorbeeld met buurtgenoten praat? Ja, heel erg. Ja. Straks gaan mijn zusje en haar man gaan ook stemmen. En ik weet van mijn buren dat die zijn ook eigenlijk tegen. Ja. Wij kunnen redelijk parkeren. Bij ons mensen in de Oosterduinweg wel. Maar de andere straten in de buurt, daar wordt het wat moeilijker. Ja. Ja, waarom is het daar moeilijker? Nou ja, daar staan alle auto's hutje mutje. Maar ja, men maakt geen gebruik van de garage, want iedereen zet hem buiten. Kijk, wij hebben een garage en we zetten hem eigenlijk altijd in de garage. Dat is ook een mogelijkheid. Maar ja, met twee auto's wordt het moeilijker natuurlijk.